Marijn, hoe voelde het om de première te mogen spelen? Zalig. Echt waar. Ik heb van de eerste dag van deze productie en 18 maanden geleden al had ik een gelukzalig gevoel met de productie, het stuk, de inhoud en de cast. Zeer sterk, homogene cast en echt een hele professionele aanpak ook. Ik voel mij echt wel in een sas en zeer goed begeleid. Ik ben blij dat ik erbij ben. Heb je lang opnieuw moeten oefenen? Nee. Wel, wij studeren thuis onze teksten en ik doe dat op mijn manier. Met de teksten en de stemmen van de tegenpartij zet ik op band. En dan ja, ben ik thuis aan het repeteren, zodanig dat we, wanneer we dus eigenlijk in het repetitielokaal komen, dat we de teksten weer van buiten kennen. Dat is heel belangrijk, dat we dus kunnen werken, hè, meteen. Mm-hmm. Ja, fijn. En hoe vond je de reactie van het publiek? Ik had dat verwacht. Hè. We zijn dus eigenlijk, ja, wij zijn dus getuigen. Ik dan in dit geval als man van het slachtoffer. En wij komen dus eigenlijk een beetje uit. Wij zijn de gewone mensen. We zijn dus geen magistraten. En wij, ja, die ik moest spelen, dat die kwam uit hout halen. Hè. Dus ik heb mij verdiept in het Limburgs dialect. Ik dacht te vragen, heb je banden met de Limburg? Nee, maar ik heb wel interesse in vele dialecten. En dat is een beetje mijn hobby geworden door de loop der tijden. Ik heb al in alle dialecten gespeeld. Omdat in mijn eigen dialect nog nooit, omdat het Brakels voor iedereen vrijwel onverstaanbaar is. Dus ik moet andere dialecten gaan horen. Of een ander stuk eens proberen uit te zoeken. Ja. Wel, dat komt er niet op aan. Ik doe dat graag. Spelen en personages maken die dus echt ver van jezelf afstaan. Dat is tenslotte het leuke aan acteren. Absoluut. En ja, je staat met Danny hier ook. Hè. Danny ken je zo goed. Hoe voelt dat om hier nu terug samen op een podium theater te mogen doen? Wel ja, dat is, theater is iets wat ik het liefst doe en ik denk Danny ook. We hebben dan direct het contact en de wisselwerking en de interactie met het publiek. Daar kan geen enkele camera, sorry meneer de man, in de plaats iets doen. Hè. We hebben dat met televisieopname, filmopname, dat doe ik het minst graag, omdat het allemaal met korte shotjes zijn en zo meer. Het is ook niet zo makkelijk om daar dus een lijn in te trekken. En nadien heb je dan ook de montage, waar dan de regisseur en de monteur, die zitten dan bij elkaar en die pakken dan soms bepaalde shots die je absoluut niet zou in willen voor jezelf en zo meer en zo meer. Dit is theater, dit is ons vak. De zaal, het publiek, beginnen aan 0 en eindigen aan 100. En het applaus in ontvangst nemen, dat is wat we moeten hebben. Dus je mist het zelf niet zozeer om in de huid van Boma te kunnen kruipen op dit moment? Ik ben blij dat we dat 30 jaar gedaan hebben. Ik heb dat ook met veel plezier gedaan, moet ik zeggen. Maar het is uiteraard fijn als je dus terug is iemand anders mocht spelen. En dat je niet op die bijna automatische piloot gaat werken. Zoals we dat dan 30 jaar toch wel gedaan hebben als Balthazar Boma. Oké, dankjewel Marijn. Ik dank jullie voor de aandacht.